Alwiners, welkom bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Owen, jullie zijn de Alwiners. Wij zijn nog steeds de meest opkomende familie van Nederland en België. Omdat wij gewoon van ons niemand... wat? Het is officieel 2019. Oh mijn god, ik ben zo hyped om dit jaar te beginnen, jongens. En dat beginnen doen we nog steeds vanuit Skagen, Denemarken. Je kan het zien, de zon is al aan het opkomen, jongens. Want ik heb net op Google gelezen dat hier de zon als eerste opkomt in Noord-Europa. Dus heb ik het niet over Noorwegen, Zweden en Finland. Buiten die drie landen komt de zon hier als eerste op. Hoho. Als dat toch geen surprise is. Hoe dan ook, jongens, hopelijk hebben jullie een fantastisch nieuwjaar gehad. Laat me even weten hoe jij nieuwjaar hebt gevierd, want daar ben ik echt super benieuwd naar. En zoals je kan zien heb ik de nacht doorgebracht in deze auto. Wow. Yo, mijn lippen zijn er wel doorheen, wow. Ik zit, what the f. Vandaag dacht ik, laat ik Skagen, of hoe je het ook uitspreekt in het Deens, ik heb geen idee. Laat ik dat even gaan verkennen, want het is gewoon echt zonde als ik nu zou wegrijden om na 10 uur driving. Ik dacht, weet je wat, het is nu zonnig weer. Ik ga gewoon naar buiten toe, ik neem jullie mee en ik ga jullie echt laten zien hoe het noordelijke, meest noordelijke punt van Denemarken, en het is echt waar, jongens, hoe dat eruit ziet. Wauw, ik ben er zo benieuwd naar. Wauw. Here we go, baby. Op 2019. Woe! Dit is de weg die ik gisteren ook nam. Alleen nu kan je het een beetje beter zien. Nu zie je alles een beetje beter. Dit is gewoon letterlijk één verlaten weg naar het meest noordelijke punt. Ik zal ook een beetje inzoomen voor jullie. Zoals je kan zien, naast de vuurtoren. Die gisteren dus het gele licht had. En dit is de weg die ik nu aan nemen ben. Heel vet. Grenen. De northern tip of Denmark, het noordelijkste punt van Denemarken. En zoals je kan zien, er staan genoeg auto's hier. Yeah. I climb the ladder, show them who's boss. Pay attention or you might get lost. Hierachter, hier dus, stond ik gisteren met nieuwjaar vuur af te schieten. With me. Now I'm the master, yeah I'm the best. I keep them in until there's no one left. I rise up higher and higher than all the rest. Yeah, I'm so damn fast, your position won't last. Here I am, oh, this is my kingdom, can't you see? Here I am, oh, don't mess with me. Here I am, oh, watch me. With me. Watch out for me. 5000 kilometer gereden, maar ja, ik heb het gedaan, jongens. Mess with me. In dit land. Sowieso had ik al een positief. Sowieso had ik al een positief beeld van Denemarken. Maar nu ik het doorrijd, jongens, dit is fantastisch. Dit land, wauw. Echt, als ik niet in Nederland zou wonen, zou ik het liefst in Denemarken willen wonen. Echt waar, zo de mythe. Ik ben net even naar de Aldi geweest om wat boodschappen te doen. Dus ik heb nu wat brood en wat beleg in de auto liggen, dat ik altijd vooruit kan. Weet je, dat is wel belangrijk als je een grote roadtrip doet. En nu, mijn plan is... Ho, 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 ho. Oh. Nu ik hier aan het rijden ben, al een tijdje, ben ik gewoon echt letterlijk aan het genieten van de natuur hier. Zo mooi is het hier. En ik weet dat het via camera nog niet zo mooi is. Eigenlijk als je een keer oud bent, dan zou je eigenlijk de auto van jezelf of de auto van je vader, van je moeder een keer moeten lenen. Die auto pakken, voltanken en gewoon zelf een keer naar Skagen. Zo dan overdag, want dan zie je pas hoe mooi Denemarken is. Echt waar, jongens, ik ben zo blij dat ik dit gedaan heb. Ook al kost het me heel veel tijd en energie. Dit is zo hard de moeite waard. Roland, als je dit kijkt, maatje, ik vind het jammer dat jij er niet bij was. Echt waar. Dit is zo ook iets voor jou, Roland. Echt. Holy moly. En dan sta je ineens in een hotel. Ik zal even vertellen wat er aan de hand was, jongens. Ik reed van Skagen, waar ik eerst zat, het noorden, naar Aalborg. Ik had iemand leren kennen die echt zei dat Aalborg de moeite was. Dus ik dacht, weet je wat, hij heeft wel een goed idee. Ik dacht gewoon, laat ik naar Aalborg gaan, of studentenstad, nota bene. Dus ik dacht, misschien leer ik nog wat leuke mensen kennen. Alleen had ik op couchsurfing een oproep gemaakt van, kijk, kan iemand mij hosten, dit en dat, want ik heb een slaapplek nodig. Nu dacht ik, niemand reageert. Niemand reageerde, dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik zoek gewoon het meest goedkope hotel. Nu zit ik dus in mijn hotelkamer met 2 verdiepingen. Maar ik sta dus alleen onder, want ik ben zo weer weg volgende dag. Ik heb maar 70 of 80 euro moeten betalen. Moet je nagaan, jongens. Hoe makkelijk dit is. Oh mijn god. Dan kom ik toch niet tot een conclusie. Zijn de opladers toch niet anders? Oh nee, nee, nee. Ze zijn wel hetzelfde. Oh. Oh. Hier hebben we dus de ladder voor het tweede bed, maar dat heb ik dus helemaal niet nodig. Het is wel klein hoor, jongens. Het is echt wel klein. Wacht. Dus je komt zo binnen. Hier liggen mijn spullen. Dit is het eerste bed, het tweede bed. Hier heb je de ladder. Ik neem aan. Ja, dit is gewoon... Oh, ook een douche, oké. Okay. Chill. En een badkamer ziet er goed uit. Peace out. Ik had niet eens verwacht dat ik gewoon een hotel had genomen. Wee, yo, heel dik. Ik was nog trouwens wat spullen in de auto vergeten. Want, nee, wat is met mijn camera aan de hand? Yo, camera, blijf werken. Ik had nog een spulletje in de auto gelegd. Omdat ik niet zeker wist dat ik een hotel ging nemen. Dus ik heb nu een lege tas meegenomen. En ik snap niet dat die mensen dat niet zagen. Want het is zo duidelijk dat ik gewoon met eten en met drank terugkom. Maar ik ga dus alle drank en eten wat ik nu in mijn auto heb liggen naar boven nemen. En kijken of de auto wel dicht is. Daar was ik niet 100% zeker van. Oh, Roland, zie je het hoor. Sorry maat, sorry. Trouwens wel leuk om even te laten zien is dat Aalborg bekend staat om haar universiteiten. Hier zijn er maar liefst 3. En Aalborg is, als het goed is, en als ik alles goed vertel, ook de grootste studentenstad van Denemarken. En guess what? Die boy Owen is er nu. Het wordt niet allemaal duidelijk. Het wordt allemaal duidelijk nu. En met dat gezegd hebben, jongens, is dit het einde van de vlog. Hopelijk hebben jullie het leuk gevonden. Hopelijk vonden jullie dag 2 in Denemarken even vet als dag 1. Morgen is er nog 1 dag. Alleen dan ga ik wel naar huis. Dus film in Denemarken ga ik niet zijn. Alleen ik ga heel veel filmen. Gewoon om de herinnering vast te leggen. Maar ook gewoon puur met entertainment. Dus mocht je het niet willen missen, abonneer op mijn kanaal. Want wij zijn nog steeds de snelst opkomende familie van Nederland en België, jongens. We zijn dagelijks aan het uploaden, jongens. Dus morgen zijn we er weer met een gloednieuwe video. Vergeet ook niet te abonneren natuurlijk. Want ik heb toch zo, hoe vaak blijf ik het zeggen, joh? En maar, ik ga proberen nog wat te slapen hier zo. En nog een filmpje te kijken. Dus uit deze, jongens, dankjewel voor het kijken. Laat een duimpje omhoog achter voor de support. En ik spreek jullie morgen bij een gloednieuwe video. Peace out, boys.